Goedemorgen vrienden van Siroop. Ik zeg eigenlijk altijd goedemorgen, maar eer dat jullie deze video bekijken, is het geen morgen niet meer. Hè. Maar ja, sowieso dat er wel een paar van jullie deze video op een morgen zullen bekijken. Dus voor die mensen, goedemorgen vrienden van Siroop. Ik ben gisteravond nog iets gaan drinken. Het was 12 uur, niet al te laat. Maar het probleem is dat ik dus wel wat te lang heb geslapen, waardoor ik de video dat normaal vandaag online moet komen nog niet heb gemonteerd. Dus ik moet dat ergens weer in de loop van de dag zien op te lossen. Nu moet ik eigenlijk dringend vertrekken naar Landvogel. En daarvoor gebruik ik deze spiegel. Landvogel, hier ik kom. Voilà, toegekomen bij Landvogel. Goedemorgen. Dames en heren, jullie hebben net de tip van de dag gekregen van Glenn. Eerst. Jan, ik zeg iets voor de Tom's of Love. Goeiedag, kijkertjes. We zitten hier nu op de vlog van Tom, dat is niet scherp. Tom Schroop. Het is ondertussen 9:30 en eigenlijk heb ik niet goed gevlogd vandaag. Eigenlijk vrij slecht gevlogd. Het enige wat je tot nu toe gezien hebt, is ik die naar land volgekomen en een paar beeldjes van ik die hier aan het werken ben. Ondertussen is het dus al bijna het einde van de dag. Kijk, dat is dus een probleem, hè, Brit. Ik weet nu dus niet wat ik ga vertellen, hè. Ik ben hier vanavond eigenlijk nog aan het uitleggen aan een toekomstige YouTube-ster. Hoe dat je dus verhalen moet vertellen in vlogs en hoe dat je moet monteren. Maar ik ga het eigenlijk zelf waarschijnlijk serieus verpesten vandaag. Wil je een berichtje? Ah ja, moest je biedt ook nog met een trein naar huis. Ik ga iets op de trein filmen. Ja, dat wordt de rest van mijn verhaal. Het is hier echt dood, griezelig zelf. Zo'n zombiefilmgevoel. Op weg naar Mechelen. Vrij weinig kunnen filmen, vooral moeten werken. Maar wel een leuke werkdag. Ik heb mij geamuseerd. Ik heb trouwens met mijn kanaal een nieuwe mijlpaal bereikt. Ik ga deze nu eens tonen aan jullie. Een paar dagen geleden kreeg ik dit bericht. Iemand heeft dus een tattoo laten zetten van mijn logo op zijn been. Treinwibbelt. Ik heb nog lang zitten twijfelen of dat het nu wel echt was of niet, dat iemand mijn logo op zijn been zou zetten. Maar ondertussen heeft die persoon dus ook een filmpje doorgestuurd, waarop dat duidelijk te zien is dat mijn logo wordt getatoeëerd op zijn been. Het filmpje staat hier in de beschrijving. Ik had nooit verwacht dat ik zoiets zou meemaken eigenlijk met YouTube, dat mensen echt mijn logo als tattoo laten zetten. Sowieso, Tim, kom jij aan mijn muur. Als die kerel zijn tattoo volledig genezen is, dan ga ik hem toch eens opzoeken en ga ik die tattoo eens in het echt filmen. Eigenlijk ben ik toch een beetje gechoqueerd dat zoiets gebeurd is. En anderzijds streelt het mijn ego wel natuurlijk enorm. Want ik had echt nooit gedacht dat iemand dat ooit zou doen voor mij dan nog. Allee, ik ben gewoon een kerel die dwaze filmpjes maakt op het internet. Ik kreeg een comment in mijn laatste video dat ik petjes zou kunnen wassen in de vaatwas. Ik heb al eens mijn petje proberen te wassen in een wasmachine, met als resultaat dat dat petje gewoon volledig kapot was. Maar ik wil het wel eens proberen in een vaatwas. Voilà, mijn petje zit in de vaatwas. Ik denk dat het tijd is om te gaan slapen. Ja, het is tijd om te gaan slapen. In de video van morgen zullen jullie weten of dat het gelukt is of niet. Ik ben zelf ook zeer benieuwd. Ik heb net mijn bed in de vaatwas gestoken. Ja, YouTube doet dingen met een mens.